Mijn naam is Mark Schaneberg en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Mark Schaneberg. Mark is slaapcoach en auteur van het boek Van slaapwandeling naar droomleven. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Ik lees op je website, welke angsten houden jou wakker? En welke angsten zie je veel in de praktijk? En hoe hangen angst en slaap met elkaar samen? Ja, wat je veel ziet is dat gewoon de mensen zo gevoed worden door angsten. Naast ook dat als je slecht gaat slapen, ben je gevoeliger voor angst. Maar ja, ook angsten zorgen voor slecht slapen. En ja, je ziet heel veel terugkomen uit de jeugd. Dus mensen hebben toch iets meegemaakt in hun jeugd, in hun ontwikkeling. Ja, en dat is zo erin geprent, waardoor het uiteindelijk slechter gaat met slapen als ze ouder zijn. Mm. Ja, boeiend. Want als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat 20-25% van de Nederlanders slecht slaapt. 17-40% heeft chronische slaapproblemen. En jij zegt daarvan ook, hè, slapeloosheid is het topje van de ijsberg. Wat ligt daar zoal onder? Ja, wat ik vooral aangeef is dat onder water gaat er gewoon iets niet lekker. Dat kan een relatiegebied zijn, dat kan dus met jezelf in de knoop zitten, stress, niet goed eten, te veel sporten. Eigenlijk alles wat je overdag kan doen, ja, dat, als dat niet lekker loopt, dan uitzicht dat uiteindelijk in slapeloosheid. Alleen, ja, we slapen allemaal wel een keertje een nachtje slecht en denken, het komt wel. Maar als je kijkt nu in de cijfers in Nederland, het was 1 op 4 en we gaan zelfs nu 1 op 3. Wereldwijd is 1 op 2 en dat komt omdat we in Nederland de mannen nog niet echt toegeven dat ze slaapproblemen hebben. Alleen ik zie ze nu wel steeds meer in mijn coaching komen. Ja. Ja, want je begeleidt mensen, wat je zegt, met coaching. En het is ook gericht op het vinden van jouw innerlijke kind. En waarom is het belangrijk dat we verbonden zijn met ons innerlijk kind? Nee, als we als kind zijnde hebben we nog bijna geen zorgen, zijn we vrij, hebben we geen verantwoordelijkheden. Hè? We kunnen spelen, we doen dingen die we leuk vinden. We gaan ook op vakantie omdat papa en mama dat uiteindelijk doen. En op een gegeven moment trekken we dat volwassen harnas aan. En dan wordt het allemaal krampachtiger, hebben we doelen, we moeten van alles bereiken. We zijn bezig wat anderen van ons vinden. Ja, en dan leven we niet meer het leven die je zou willen leven. En als je dan in verbinding gaat komen met je innerlijke kind, hè, vaak doe ik dat met visualisaties, ja, dan hoor je veel die dingen. Ja, hij rent van me weg. Hij durft me niet aan te kijken. Ja, hij is gekwetst. Ja, en dat nemen we mee. En dat geeft een vertaling in hoe we als volwassenen rondwandelen. Ja, dus wat je dan ziet als je eigen innerlijke kind, hè, dat jongere deel van jou dus getraumatiseerd is, of tenminste zich onveilig voelt, misschien ja. dat ook dan vooral tot uiting kan komen in slaap. Omdat je pas echt natuurlijk kan diep ontspannen, kan slapen als je je veilig voelt. Ja, ja. Als je slapen, dan zijn we eigenlijk het meest kwetsbaarder als mens. Dus daar zie je vaak inderdaad dat veiligheid in gedrang komt. Dat gaat ook verstoren van slaap. Maar met het kleine kind is, we zijn zo bezig met standaarden bereiken, waardoor we het kind in ons vergeten. En we moeten een goede baan, veel geld verdienen, we moeten overal zichtbaar zijn, terwijl een kind ook gewoon plezier wil hebben. En als je niet heel veel plezier meer hebt en je hebt alleen maar plichten in een dag, ja, dan ga je s'avonds, wanneer je rust hebt, beginnen al die levensvragen tevoorschijn te komen. Wat moet ik morgen doen? Wat had ik vandaag kunnen doen? Had ik het wel kunnen bereiken? Wat vindt die van mij? Ja, dat is, het is bizar wat er gewoon in die hersenpan van mensen gewoon tekeer gaat. En daar zit geen rem meer op. Dat gaat maar door. Dus zouden we de maatschappij wat anders moeten inrichten om dus aan te sluiten voor het balanceren of in balans houden van het innerlijk kind? Ook als je kijkt naar de publieke ruimte of de werkomgeving als je het hebt over speelsheid? Nou ja, zeker. Ik denk dat het schoolsysteem echt nog draait om het systeem. Als we nu kijken met de corona, hè, de kinderen hebben leerachterstand, terwijl in mijn ogen moeten ze nog tot een 100ste. En net zoals wij hebben ook volgens mij jaren later nog iets gaan studeren en nog iets gaan doen. En nou, ik ben verpleegkundige geweest, dat heb ik nu ook een beetje overboord. Alleen, het wordt zo in stand gehouden. En wat ik vooral merk bij de kinderen is dat op school is het heel erg in het verleden hangen of in de toekomst. Dus wat heb jij altijd gedaan? Wat heb je gedaan? Of als je goed oplet, word je dokter. Maar niet in het hier en nu. En dan zie je dat stukje, dat holistische.
Dus een kind leert al heel snel, ik moet presteren, want anders kan ik dat niet bereiken. Waardoor het dus het plezier van de dag eigenlijk weggaat. Mm. Ja, wat je zegt, het is vooral ook, misschien gaat het aandacht op wat het kind doet, niet op wie het kind is. En normaal, we vragen vaak ook aan kinderen, wat wil je later worden? Ja. Alsof je nu niet goed genoeg bent. Hè? Ja. Nou ja, en het stukje het normaliseren. We worden heel erg in toom gehouden met normaal. Je moet normaal zijn. Ik ben vroeger veel gepest, dus op een gegeven moment ging ik dagdromen. Ik was zo bezig van, na school word ik weer opgewacht. En dan kreeg ik te horen, ja, maar Mark, je bent niet normaal. Weet je, je bent afgeleid. Huh? Ik probeer mijn emoties, er gebeurt iets in mijn lichaam, ik weet niet wat het is. En ik moet het in één keer wegduwen. En dat merk ik in mijn coaching ook. Het mooie van de mens wordt weggeduwd om maar normaal te moeten zijn. Mm-hmm. Ja, en dat gaat zich later vertalen in slapeloosheid. Want dan komen die emoties tevoorschijn. Ja, en dan weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dat is mooi wat je al zegt. Je bent eigenlijk ook geworden wat je nu bent, slaapcoach door je eigen leven, ja. Je eigen pad. En ook je ervaringen als kind. Maar ook later, je was beroepsmilitair. En je bent op verschillende missies geweest. Onder andere op de crashsite van MH17 in 2014. Ja. Maar ook in Irak. Drie keer Afghanistan. Drie keer Afghanistan, ja. Ben je in deze ervaringen ook de verbinding met je innerlijk kind verloren en welke signalen kreeg je? Ja, nou ja, ik werd vroeger best wel gepest omdat ik graag met meisjes wilde spelen, praten. Ik vond dat heel interessant in plaats van wat er van een jongen verwacht werd. En alleen daardoor werd ik anders genoemd. En mijn moeder kleedde mij gewoon normaal en iedereen had ook Cafello's, Australië, die gingen allemaal met dat de rages mee. En omdat ik het idee had dat ik man moest worden, ja, waar kan je man worden? Militaire dienst. Dus uiteindelijk daarheen gegaan. En nou, opleiding gehaald, beret gehaald. Voordat ik wist, ging ik op gevechtsmissie naar Afghanistan. Als 18-jarige jongen tussen wat oudere mensen. Ja, en wat mag je daar niet doen? Emotie en gevoel hebben. Want ja, je gaat als een soort machine die kant op. Terwijl ik echt aan het stoeien was eigenlijk met mijn zachtheid. En uiteindelijk kregen we een raket op de beest wat mij verstoord heeft in de nacht. En daarmee begon mijn slaapprobleem, maar ook mijn disbalans in mijn harde en mijn zachte kant. Ik werd alleen nog maar hard. Ik schakelde mijn emoties uit. Ik ging extreem sporten. Ik ging met meisjes maar daten. En als er een gevoel van liefde kwam, dan was het AU paraplu. Ja, ik raakte echt heel de verbinding kwijt. Ik werd echt gewoon een machine. En dat heeft mij wel jaren gekost om uiteindelijk daar weer mee in contact te komen. Ja, je hebt dus letterlijk een muurtje om je hart heen gebouwd, zou je kunnen zeggen. Muur, niet luisteren. Heel erg bezig met uiterlijke controle. Dus die sixpack, voeding, waar je controle over kan hebben. Daar was ik heel erg mee bezig. En vooral, ja, wat ik heel erg merkte is dat ik ging het verhaal van mezelf ook mooier maken. Dus als ik me niet hoefde te voelen, dan ging ik dus mijn strategie was inzetten. Maak het verhaal gewoon mooier, dan komt het vast wel goed. Mm-hmm. Maar ja, van goede hoge verwachtingen komen ook heel veel teleurstellingen. En dat kostte me ook heel veel energie. Dus ik stelde me eigenlijk mezelf elke keer teleur. Ja, en daarin merkte ik vooral dat ik daardoor weer heel streng ging worden. Want ja, het moest goed of slecht. Ja, en op een gegeven moment zit je zo op die wipwap. Ja, dat kost je zoveel energie en vooral je nachtrust. Ja. Ja, wat je zegt, dan vind ik ook heel mooi, dat beschrijf je ook in het boek, dat je op die missies ging, onder andere in Afghanistan. En met andere woorden, het is geen computerspelletje. Je weet nooit dus of je leven terugkomt. Wat mij enorm aangreep is dat je ook schrijft dat voor vertrek naar oorlogsgebied moest je de handleiding naar bestaanden invullen. In geval van gruwelijk overlijden kon je zo je laatste wensen nog kenbaar maken. En schreef je ook een brief aan je ouders die ze zouden krijgen als je zou overlijden. Hoe was dat voor jou, ook toen als 18-jarige? Ja, die brief schrijven was. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik me neer moest zetten. En ik weet nog heel goed, ja, wordt het dan ik hou van je? Of sorry? Of en die avond ervoor, en ik word nu alweer een klein beetje emotioneel, zoveel effect heeft op mij gehad, is. Mm-hmm. Ja, dan zit je daar te barbecuen, de volgende dag ga je weg. En dan zeg je, oh ja, mocht het fout gaan. Dan moet ik dit zijn mijn wensen. Bier en bitterballen en dit zijn de muzieknummers. Oh ja, en heb ik ook nog ergens een brief liggen. Vooral echt. Dat was onwerkelijk. En vooral mijn moeder had er heel veel last mee. Mijn vader was al heel sterk in zijn emoties af te. Maar voor mij was dat wel. Ik had een eigen keelontsteking, neusontsteking, oorontsteking. Echt, ik kreeg gewoon allemaal ontstekingsreacties in mijn lichaam. Maar gewoon, ja, er kwam zoveel stress vrij. Dat ik gewoon echt lichamelijk gewoon. Ja, ik heb die brief dan ook nooit meer gevonden. Ik zou niets meer weten. We zijn nu verhuisd, dus misschien dat iemand hem ooit vindt. Maar mm-hmm. Ja, het was echt voor mij wel wel pittig. Want je wilt, het komt er denk ik heel dichtbij. Ja. Handleiding nabestaanden. Inschrijven. Ik moest dan mijn wachtwoorden opgeven. Muzieknummers.
kant-en-klare brieven stonden erin die naar de verzekeringsmaatschappij konden en die naar familie konden. Er hoeft alleen maar wat dingetjes in te vullen. Ja, dat is voor iemand die 18 is, wil je er helemaal niet mee bezig zijn. Kon er, want je zegt, het was ook wel een manomgeving waar weinig ruimte was voor emoties. Maar werd er ook over gesproken onderling van, wat heb jij op je brief geschreven? Of wat heb jij, of jeetje, wat pittig dan dit niet moeten invullen? Ik denk dat het grootste gedeelte niet eens dat ding heeft ingevuld. We hadden wel een geestelijke verzorger bij, daar kon je dan wel mee praten. Maar ja, daar ging je niet zomaar heen lopen, want ja, dan vonden mensen daar wel iets van. Maar het was vooral veel stoerdoenerij, ja. En we begonnen op een zandplaats met een grote tent waar we met z'n 300 man in sliepen. Ja, daar zat weinig privacy in. Dus ook daarmee was ik bezig, van mijn eigen slaapkamertje naar in één keer ruimte van 300 man. En dan moest dan s'avonds de lamp uit. Dus je werd gewoon echt meegezogen in overleving. Mm-hmm. Ja, je zegt er was dus een keer een raketinslag. Ja. Hè, wat je zegt, want vaak zie je ook dat mensen slecht gaan slapen of omdat ze ergens in hun leven een traumatische of emotionele inslag hebben gehad. Ja. Nou, je zegt letterlijk een raketinslag. En dat gebeurde terwijl je sliep. Ja, ik lag. We gingen van die 300 man naar een tent van 12 personen. Dus wij lagen daar met ons peloton. Ja, en midden in de nacht, echt in één keer een fluit hoor je. Wat ze doen is, ja, ze rijden gewoon ergens heen. Ze hebben nog een oude mortier op de kop getikt van de oorlog. En die zetten ze op een ding met een timer en dan schieten ze die af. En de ene keer vliegt die goed en de andere keer vliegt die de andere kant op. En die kwam neer en tussen de tenten staan ook een HESCO-wal. En dat zijn dus hier als hekwerk met grind erin. Ja, en hij klalde. En voordat ik het wist, werd ik eigenlijk, wurmde ik mezelf in mijn slaapzak onder het bed. En de commandant... We hoorden een tweede aankomen. Die riep gewoon uit paniek. En nu gaan we dood. Ja, en dat zinnetje, dat blijft zo op mijn ja, dat raakt me nog steeds. Mm-hmm. Want ja, sommigen zeggen, hoezo riep je dat? Het is je commandant. Ja, maar ook hij schrok. Hij is 's nachts wakker. En toen begon bij mij van, oké, wat gaat er vannacht gebeuren? En wat gaan we morgen doen? En ja, uiteindelijk gebeurden er nog meer scenario's in Afghanistan. Die gewoon zeker in mijn leven wel een gevolg hebben gehad. Ja, dat heeft dus een grote negatief impact gehad ook op jouw slaap. Ja. Nu zijn er waarschijnlijk ook veel mensen die luisteren. Die slechte slapen, die niet per se een raketinslag hebben meegemaakt. Hè, maar in de intro van je boek schrijf je... Ik wil laten zien dat slaap leidt tot een gezonder, gelukkiger en rijker bestaan. En dat je dankzij dit bestaan weer beter slaapt. Win-win dus, dag en nacht. Hè. Dat is ook een beetje de kip of het ei. Ja. Als mensen nu luisteren of kijken... En die zeggen, ja, ik slaap slecht. Hè? Of s'nachts slecht inslapen, of s'nachts veel wakker worden, of echt heel brak en moe, 's morgens opstaan. Waar zouden mensen kunnen starten? Ja, de vraag die ze zich mogen stellen is, wat staat er tussen mij en slaap in? En vaak wat er gebeurt is dat de gedachten gaan het over gaan nemen. Het ego, die gaat er van alles van vinden. Maar hierin komt het rijkere bestaan, is het weer terugkomen in de essentie. Ga maar eens voelen. Wat houdt mij wakker? Misschien ben ik wel overdag te druk. Misschien zit ik niet op het juiste pad. Misschien heb ik problemen. Maar dat kan ook inderdaad zijn. Misschien is er vroeger iets gebeurd wat ik niet meer wil voelen. Het leven mag pijn doen. Heel veel mensen die iets als iets pijns ervaren, willen gaan het lijden door strategieën in te zetten. Dus ze zijn continu, oh ja, ik voel me niet goed. Nou, weet je wat, ga ik maar eten. Of, die relatie loopt niet lekker. Maar laat ik maar gewoon heel de dag op Instagram scrollen, want dan zie ik allemaal mooie figuren. Dan laat ik dat vergeten. En door die vraag echt te stellen van, wat staat er tussen mij en mijn slaap in? Ga dat eens voelen. Neem gewoon eens rust. En dan komt die vanzelf wel lekker boven drijven. Alleen daar heb je de tijd voor nodig. Alleen we leven, weet je net gezegd, een haastig leven waar we op zoek zijn naar die quick fix, hè, die gouden formule. Maar het heeft even tijd nodig. En als je dat in kaart gebracht hebt, dan kan je ook kijken van oké, wat mag ik aanpassen? Misschien moet ik overdag wat rustiger doen. Misschien mag ik mijn grenzen bepalen. Mag ik afstand nemen? Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk de slaaptips die het ook allemaal wat makkelijker kunnen gaan maken. Zoals de regelmaat in het leven, de rust en de reinheid. Ja, want wat ik ook sterk vind is dat je schrijft dat je slaapproblemen uit de wereld wilt helpen. En dan niet met oppervlakkige oplossingen en tips, maar juist om mensen wakker te schudden. Wat natuurlijk een grappige beeldspraak is als je het hebt over slaapproblemen. Maar welke oppervlakkige oplossingen en tips zie je nou heel veel om je heen? Want er zijn natuurlijk enorm veel mensen die ook slaapmedicatie hebben. Ja, ik zie helaas nu, ik werk nu ook met apotheek tegenwoordig. En ja, wat we gewoon zien is dat er gewoon slaapmedicatie zoveel gebruikt wordt. We zien bij kinderen melatonine gebruik heel veel, bij pubers. Ja, het kan voor pubers werken, maar bij verkeerd gebruik wordt het alleen maar erger. En de quick fix, ook alcohol.
zie ik steeds vaker voorkomen. Ja, en het vluchten. Hè. Dus het heel de week weinig slapen. En dan in het weekend denken, nou, met 14 uur ga ik het wel inhalen. En weet je wat? Slaap doe ik wel als ik later oud ben of dood ben. Over 100 jaar kan je genoeg slapen. Inderdaad. En het klopt, want je gaat 10 jaar eerder dood. Maar ja, we zitten in zo'n maatschappij dat we slapen niet meer zien als even offline zijn, niet meer gestoord worden. Maar weinig slapen gaven vroeger credits aan iemand. Als iemand op een bedrijf binnenkwam en zei, oh, kijk eens wat ik gedaan heb. Maar ik heb 3 uur geslapen. Dan gaven we een staande ovatie. Terwijl nu ik denk van, oh, je moet een bedrijf runnen en je slaapt maar 3 uur. Dat betekent dat er ergens misschien verkeerde keuzes gemaakt worden. Waar de rest ook effect op heeft. Ja, dat willen we nog niet inzien. Dus we zijn heel erg op zoek naar de gouden formule. Snel, snel, snel. Alleen hier, dit heeft even tijd nodig. Ja, en als je het ook hebt over wat je zegt, snel, snel, snel. Mensen hebben weinig tijd, dus mensen hebben enorm veel stress. Hè? Er is een radicale toename van chronische stress, ook afgelopen coronajaar. Stress en slaap hangen met elkaar samen. En ook onrustige gedachten en gevoelens noem je slapende honden, hè, in je boek. En veel mensen hebben negatieve gedachten, zoals ik ben niet goed genoeg, ik ben niet veilig, ik mag geen fouten maken. Hoe kunnen mensen deze ombuigen? Ja, nou ja, dat is heel mooi dat je deze erin... Ja, dat stress zorgt voor spanning. En spanning zorgt dat je alerter bent en uiteindelijk moeilijk met slapen. En als we als mens zijnde het ergens niet mee eens zijn, willen we daar controle over. Maar wij hebben geen controle over slaap. En eigenlijk ook niet helemaal over onze gedachten en gevoel. En ook daar is weer een beetje het kip en het ei. Wat komt er? Alleen wat we merken, of wat ik vooral merk in mijn coaching, is dat we een gevoel gaan geven aan woorden. Dus als ik slecht slaap, dan ben ik morgen niks waard. En dan hebben ze die dag de naal helemaal ingepland hoe slecht het gaat. Terwijl als je die als en dan verandert van, hey, als ik slecht slaap, dan spreek ik mijn mantra uit. Of ga ik ademhalingsoefeningen doen. Of kies ik voor een powernap, dan kan je die gedachtegang al wat gaan trainen. Alleen wij zijn zo snel gaan we richting die angst, onrust, onzekerheid. Doordat we slecht slapen, gebeurt dat ook. En hier zit echt een zin voor me. Rust plannen overdag. Ga eens luisteren waar die onrust zit. Maak een piekenkwartier. Schrijf alles op wat mij in die gedachtentrein tevoorschijn komt. Eentje die ik zelf eigenlijk al doe is, 's ochtends begin ik met douchen en de water van de douche is mijn waterval. En daar geef ik eigenlijk al mijn negatieve energie, gedachtes of de energie van andere mensen, geef ik al mee. En dat spoel ik gewoon af. En dan ga ik mijn dag in. Dus het zit allemaal in het putje. In het putje, ja. He, dus visualisatieoefening of mediteren. Ik ben echt gewoon... Als militair had ik er niks mee. Mediteren was allemaal... Maar nu, joh, ik vind het heerlijk om te doen. En ook na mijn coaching sessie zet ik dat ook in. Om even af te schilderen van al die emoties die ik krijg. Want de meesten staan gewoon open heel de dag om de bullshit van anderen maar te ontvangen. En dat gaan we bij ons dragen. Dat willen we oplossen. Want ja, dat zorgt ook voor een vorm van gezien worden. Ja, en op een gegeven moment heb je zo dat harnas die rugzak vol. Ja, dan raak je dus lost in al je gedachtes. Ja, is dat een paradox dat juist deze technieken die je benoemt, visualisaties, meditaties, misschien juist ook door militairen gebruikt zouden moeten worden als preventie, maar ook om in die extreme omstandigheden gewoon balans te houden? Er is nu binnen Defensie yoga gekomen, mindfulness, dus er is nu veel meer awareness en er zijn heel veel militairen die hebben echt heel veel baat. Er is ook natuurlijk een groep die er gewoon nog niks mee heeft. En ik denk dat dit per individu verschillend is. Alleen om het maar meteen de deur dicht te gooien, wat ik vroeger deed toen ik mijn emoties niet voelde, ja, helpt het mij nu heel erg, maar ook in mijn coaching. En ik heb gewoon echt directeuren van bedrijven die lachen van meditatie totdat ik ze in die stoel neerzet en op een gegeven moment een oefening doen. En op een gegeven moment voelen ze zich moe en dan voelen ze hun hart en dan, wow, dit heb ik niet. En krijgen ze antwoorden, inzichten en dan denken ze, wow, had ik dit maar eerder geweten? En ik zeg, ja, maar dat is het. Als je rust inbouwt, komt er ruimte voor verandering. In plaats van maar gaan en niet luisteren. Ja, wat je zegt, dus het inbouwen van rust. Je gaf al aan dat bepaalde mensen zeggen van, ja, ik slaap de hele week weinig, maar ik ga het weekend wel 14 uur slapen. Nou, in je boek noem je dat slaapschuld. Hè? Ja. Als mensen dus enorm druk zijn en dus een slaapschuld hebben, wat kunnen ze dan doen? Nou ja, wat we hopen altijd dat dan eind van de week we kunnen inhalen. Maar dat is gewoon zo lastig, want als ik mijn geld uitgeef, ja, dan moet ik het werken om het weer terug te krijgen. En dat is zelden met slaapschuld. Kijk, je remslaap, je rapid eye movement, vooral waar je droomslaap voor de meeste, dat is enorm lastig om in te halen. Waarom? Want dat heeft op dat moment nodig. En als je leuke herinneringen wil onthouden, dan is het heel belangrijk om goede kwaliteit slaap te hebben. Maar als jij gaat slapen, bijvoorbeeld je slaapt op een dag vrij een uurtje uit,
En je gaat dat gewoon vaker doen. Niet na 2 uur slapen, maar op de dagen dat je vrij bent een uurtje uitslapen. Of weer in een regime komen. Ja, dan kan je die gemiste slaap relatief inhalen. Alleen die remslaap, ja, dat wordt gewoon heel lastig. En dat zie je dus vooral bij pubers die dus vroeg naar school moeten. Die missen heel veel remslaap. Ja, en dan zie je gekke gedragingen zoals oversturen, agressie. Maar ook depressie al opkomen bij jeugd. Ja, dat vind ik heel, heel zorgelijk. Want ja, die remslaap is zo belangrijk voor ons. Wat zijn factoren bij de jeugd dat ze minder slapen? Is het ook vooral, ik vul het in een beetje met alle schermpjes. En ook. Ze hebben vaak al een smartphone. Dan gaat het dag en nacht door. De groepsapp en social media. Nou ja, de pubers worden nachtmensen. Ja, dus het slaapschema verandert na 's avonds. Dus ze bloeien in de avond helemaal op. Ja, 's ochtends willen ze dus uitslapen tot een uurtje of 10, 11. Maar ja, de scholen beginnen om 8:30. SO om 9:00. Ja, wat gaan we dan doen? Snoezen, Red Bull, energierijke voeding. Het bezig zijn met beeldscherm. En vooral bezig zijn met wat anderen van hun vinden. Ja, en dat zorgt voor overspanning. En uiteindelijk raken ze daar ook hun eigen imago kwijt. Maar het is natuurlijk wel interessant ook dat middelbare scholen nog steeds een beetje ook gebaseerd zijn op het fabriekstijdperk. Ja. We beginnen iedere ochtend om 7:45, ik ook. Terwijl voor een puber het misschien veel prettig is dat je om 10:00 start en wat later doorgaat. Maar... Nee, ik ben nu toevallig met 2 scholen bezig. Daar heb ik les gegeven voor onregelmatig werken. En uiteindelijk vertelde ik dit verhaal. En die gaan nu kijken, nu natuurlijk met de COVID maakt het al wat lastiger, zijn ze al wat aan het verschuiven om de docenten 's ochtends te laten vergaderen. Waarom ochtendmensen? En dan daarna school te geven van 10 tot 4. En dan zijn daarna de docenten ook klaar. Want dan zijn ze gewoon op als ochtendmens. Maar daardoor kunnen dus de jeugd kan wat. Alleen ja, je merkt dat ouders dat heel lastig vinden. Want ja, die zitten nog wel in die fabriekstructuur. Dus ja, wie gaat ervoor zorgen dat het kind naar bed gaat? Wie gaat ervoor zorgen dat hij naar school gaat? Ja, en dat maakt het zo lastig. Ja, het zijn eigenlijk die maatschappelijke ritmes die anders moeten gaan lopen. Die gewoontes. Ja. Ja. Ja, want je noemde het woord onregelmatig. Hè. Er zijn ook veel mensen die werken 's nachts. Ja. Die hebben nachtdiensten. Wat is de rol van nachtdiensten en verstoring zeg maar, van het bioritme op de slaap? En hoe kun je dit balanceren? Ja. Op dit moment werken er 6 miljoen onregelmatig. Dan wordt er steeds meer. Ook heel veel ondernemers werken niet meer tussen 8 en 5. En ja, het lastige van nachtwerk is dat eigenlijk jouw lichaam, geest, brein 's avonds tot rust wil komen. Want alles gaat in slaapstand, vooral als je spijsvertering, et cetera. Maar dan moeten we in één keer alert zijn. En op het moment dat ze willen gaan slapen, ja, dan hebben we in één keer geen melatonine aanmaak, want het is licht maar en het systeem wil alert worden. En dat komt heel erg in verstoring. Daarnaast zie je dat mensen die nachtwerken gewoon 2 uur minder gemiddeld slapen per dag. Ja, dat is gewoon echt heavy. En dan zijn ze ook nog vaak onderbroken, want dan worden ze verstoord door de postbode of dan moeten ze nog vanuit thuis alles doen. Dus uiteindelijk rusten die mensen niet meer uit. En ja, daardoor zie je veel fouten komen bij de nachtdienst. En ja, de grootste rampen in de wereld zijn ook gebeurd door vermoeidheid tijdens nachtdiensten. Ja, precies. Dat is dan veel meer het effect bijna ook op het brein. Je ziet natuurlijk ook dat door minder slaap dat mensen versneld verouderen in de stofwisseling, wat minder herstel en reparatie is. Ja, melatonine is een hele grote antioxidant. Heel belangrijk voor de geboorte van het kind, maar ook om je huid jong te houden. En als jij dus 's avonds met allemaal licht je melatonine aanmaak verstoort, dan word je sneller oud. Maar ook het 's avonds eten zorgt er gewoon voor dat je wat meer aan gaat komen. Ja, nou meer aankomen, slecht slapen. Ja, die mensen zien er niet uit, met alle respect. Ik ben heel blij dat sommige mensen het werk doen, want het is gewoon helaas nodig. Maar ja, ik zie in mijn webinars en klassen zie ik mensen wel echt tussen die diehard nachtdiensten draaien. En wat ik heel lastig vind, is dat er zit een financiële beloning aan nachtdienst. Waardoor sommige mensen soms een week nachtdienst gaan draaien vanwege die financiële waarde. Terwijl het voor de gezondheid, om de long term, zijn ze dat geld weer kwijt aan de zorg. Mm-hmm. Of aan supplementen, et cetera. Terwijl ik denk, als we nou dat recht zouden strijken en zo een rooster bouwen op nacht- en avonddienst, en mensen krijgen gewoon evenveel, dan zal er veel minder ziekteverzuim zijn. Zal het systeem veel langer door kunnen draaien. Ja, dus het is altijd ruilhandel. Ja, je ziet heel veel jeugd, toen ik nog in het ziekenhuis werkte, jonge mensen die heel graag nachtdiensten voor de extra centen. Ja. Terwijl die nog in de bloei van hun leven zitten, misschien hebben ze nog een kinderwens, en in één keer werkt het systeem heel anders. Ja, en dan... Als je dan toch misschien nu luistert of kijkt, en je moet nou helemaal nachtdiensten werken, zijn er dan bepaalde tweaks op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, waar je zegt, als je dat dan overdag toepast, dan kan je het veel beter dragen of dan kan je het een stukje compenseren?
Ja, de boodschap is echt, zeg ik altijd, creëer regelmaat in een onregelmatig leven. En dat betekent dat eet zo graag mogelijk op vaste tijden. Dus hou je ritme overdag aan. Tuurlijk, als je van de nachtdienst uitkomt, probeer echt 6 uur aaneengesloten te slapen. Maar dat betekent dat als je van je nachtdienst afkomt, dat je misschien je zonnebril op moet doen. Of een pet, zodat je geen last hebt van zonlicht. Zorg dat thuis eigenlijk alles al klaar staat, dat je meteen het bed in kan. Voordat je naar huis rijdt, misschien nog een banaan eten, zodat je veilig naar huis kan rijden qua energie. Thuis een kleine maaltijd, zodat je niet wakker wordt van honger, want dat is natuurlijk vaak het probleem. Gewoon 's middags eten, 's avonds eten. En daarvoor, voor je nachtdienst, gewoon weer goed slapen. En dan adviseer ik veel mensen, is een eiwittenrijke maaltijd, want dat geeft wat alertheid, dat valt niet zwaar in de vertering. En dan kan je nachtdienst in. En daarin, ja, er zijn nu bedrijven waar we aan het kijken zijn voor powernaps. Dus als het mag, doe het alsjeblieft. Ga niet te vet eten, ga geen shawarma bestellen. Powernap is 20, 25 minuten? Ja, 20 minuten, 25 minuten met inslapen. Niet langer, omdat je dan je ritme gaat verstoren, waardoor je... en vooral niet moeten. Dus al is het 20 minuten gewoon je ogen dicht doen en naar muziek luisteren, is ook al ontspanning. Wel blijven bewegen, veel daglicht. En ik adviseer heel graag dat mensen, als je nachtdienst hebt, zorg dat die dagen gebouwd zijn op werk, rust en regelmaat. En ga niet juist overdag van alles doen terwijl je die nachtdienst hebt. Want daarmee put je je zo uit. En dan op de dagen die je daarna vrij bent, ben je dus niet echt aanwezig. Dus dan heb je verjaardag en dan zit je daar als een halve zombie. En dat vergeten mensen. Het heeft zoveel impact, die nachtdienst. Ja, kies er dan voor om daar even te investeren, zodat je op die andere dagen ruimte over hebt voor plezier en leuke dingen. Ja, nou ja, kom je bij een kernwoord, wat ik ook teruglees in je boek, het stellen van prioriteiten. En wat ik leuk vind, jij gebruikt daarvoor de 3 emmers methode. Je hebt het over werk, over slaap en vrije tijd. Wat je misschien ook kan zeggen, 8 uur, 8 uur, 8 uur. Hoe is deze balans bij veel mensen verdeeld? Ja, ik heb het inderdaad over, we hebben 168 uur in de week, jij, ik, ja. Iedereen. En als je dat in 3 emmers zou verdelen, even grof, dan kom je inderdaad op 56 uur. Dat zou betekenen 8 uur voor nodig. Wat ik merk bij mensen die slecht slapen, is dat die emmer van slaap alle kanten op gaat. Maar dat het werk en vrije tijd, dat wordt gewoon op 1 bubs gegooid. En waardoor we dus de prioritering vergeten. We vaak heel veel tijd kwijt zijn aan onnodige dingen. Dus door slecht slapen ga je ook ongeveer 70% langer doen over je werkzaamheden. En dat gaat tijd kosten in je vrije tijd. Maar je merkt dat je geen plezier meer hebt in je vrije tijd. Want het wordt opgeslokt door vermoeidheid. Door maar bezig zijn met angst en onrust. En ja, overmatig werken. Want je denkt, oh ja, dat krijg je niet af. Ik ga nog een uurtje langer werken. Dus als je die op die manier in die 3 emmers neerzet. En nu door corona valt het reistijd val weg. Dus daar ben ik al wel voor heel veel mensen heel blij mee. Maar als je in die week rooster je blokken slaap al afblokt. Je zet dan je blokken me-time in, dus tijd voor jezelf. Ja, de rest van het rooster komt vol. Ja, en op die manier kom je weer in ritme. En dan ga je ook merken dat er een balans gaat komen tussen plicht en plezier. En dat maakt het leven, en vooral ook voor je innerlijke kind. Ja, dan ben je weer aan het leven. Mm-hmm. In plaats van alleen maar werken en hopen op dat moment dat je vrij bent. Ja, eens. Want ik vind het ook goed als je het hebt over die emmervrije tijd. In 1970 hadden mensen nog gemiddeld 27 uur lummeltijd per week. Ja, ze hebben ook over hobby's en spelen. In 1990 nog 15 uur. In 2010 heel veel mensen al 0 uur. Ja. Omdat we continu eigenlijk reactief geleefd worden. Ja. Ik stel ook altijd de vraag, wat vind je leuk om te doen? En dan hoor ik sporten, werken. Netflix is er nu dan bijgekomen, de streamingsdiensten. Maar dat is natuurlijk niet ontspannen. Dan zit je weer met je hersenstraling. Dat is niet je alfa-straling zoals je met mediteren. Maar als ik ga vragen, wat vind je echt leuk? Weet ik niet. Terwijl als we gaan kijken naar het innerlijke kind. Laatst had ik eentje die zei van, ja, weet je wat ik echt leuk vind? Is muziek maken en kettingen maken. Ik zei, nou ga dan gewoon eens een uur lang dat weer doen. En je hoeft niet Bon Jovi te worden. Je hoeft niet een verkoper te worden van je ketting. Maar ga het doen. En nu doet diegene het 4 uur in de week. En daardoor werkt ze korter. Durft ze ook de werk af te sluiten. Want er mag plezier aankomen. Mm-hmm. Ja, en dan zie je dat ze in het hier en nu aan het leven en het ook langer volhouden. Ja, en waarschijnlijk ben je dan in je werk ook veel efficiënter. Waardoor efficiënter. Je meer in minder tijd doet, eventueel. En je durft vakantie te nemen. Ja. Dus wat we als kind zijnde was vakantie omdat de docenten vrij hadden en jij ging spelen op de camping. Maar nu zien we vakantie als, oh ja, ik heb zo hard gewerkt, ik ben nu al toe aan vakantie. Ja, dat is net zoals met eten. Als je honger bent, ben je te laat. Ik plan nu al een aantal weken vakantie in voor volgend jaar. Of het nu corona is of dat, weet ik niet. Maar ze zijn vrij, want ik moet opladen. Ik mag leuke dingen doen en ik hoef even niet bezig te zijn met alles
wat werk heet. Ja. Nou ja, heel veel mensen hebben die emmers niet in balans. Die staan moe op. Even niet tegen me aanpraten. Als we opstaan, die nemen gelijk na het opstaan een lekkere bak koffie. Is dat wijs? Ja, ja, we hebben, 's ochtends hebben we de tijd nodig eventjes om wakker te worden. En word je wakker met een wekker of snoezen, ja, dat verstoort al meteen je humeur. Want je krijgt echt gewoon een cortisol shot door je lichaam. Dus ik ben ook echt een voorstander van een wake-up light. Voor de mensen die niet weten, is je wordt wakker gemaakt door middel van hoeveelheid licht. Dus zit je in je remslaap, is er meer licht nodig, ben je lichter slaap. Maar daardoor word je dus fijn wakker gemaakt. Alleen, je moet het niet vertrouwen. Dat is bij heel veel mensen een vertrouwens. Ja, maar misschien word ik wel niet wakker. Probeer het in het weekend uit, in de vakantie, en je zult zien. Als je 's ochtends wakker wordt, wordt het dus vaak met een cortisol shot. Je bent wat alert. En dat heeft even de tijd nodig om wakker te worden, maar ook om dat te laten zakken. Ja, en gooi je dan meteen koffie erin, dan gooi je meteen nog meer alertheid. Ja, dan kan het voor sommige mensen, ik merk dat zelf bij mezelf, heel erg gejaagd zijn. Ja, en als je je dag gejaagd begint, dan wordt het al een red race en dan uiteindelijk ga je ook gejaagd naar bed. Dus na hoeveel tijd kan je beter zo'n kopje koffie nemen? Ja, ik dacht vroeger dat het een half uur voldoende is, maar ik zie nu al echt dat je bijna richting een uur 90 minuten mag gaan. En dat je dan die tijd ervoor echt neemt om te eten, daglicht, water drinken en gewoon even tijd voor jezelf te hebben. Ik sta altijd op 's morgens met een kop kruidenthee. Ja. Dat vind ik ook veel natuurlijker en veel logischer bij het ontwaken en het starten van de dag. En pas later, de ochtend, heb ik trek in een espressootje bijvoorbeeld, maar er niet gelijk bij opstaan. Je hebt het over het wake-up light. Nou, heel veel mensen hebben geen wake-up light, maar hebben een wekker op hun smartphone. Ja. Zitten ook nog eventjes voor het slapen gaan op een smartphone. Hè? Hoort een smartphone per definitie in de slaapkamer thuis? Nee, je slaapkamer is echt, tenzij je natuurlijk in de studio woont, maar je slaapkamer is echt, zeg ik altijd, voor slapen, seks, boekje lezen. Natuurlijk mag je nog wel eens maar echt op tv kijken op je slaapkamer. Ik ben er niet een voorstander van, maar het zit er zo in. Ik vind het heel lastig om altijd maar te zeggen wat je niet mag. Maar die telefoon, jongens, dat is zo'n aandachtstrekker geworden. En ja, zelfs relaties, dat we gewoon maar de werkmail gaan lezen in plaats van een goed gesprek. Ja, dat vind ik echt heftig. Dus de verbinding, we willen zo graag verbonden zijn met heel de wereld, maar we verliezen de verbinding met onszelf en met een partner. Ja, ik denk dat juist dat je rijkdom en je veiligheid is. Ja, dat is natuurlijk treffend wat je zegt. Heel veel mensen zitten misschien op social media, terwijl het niet zo sociaal is als je partner naast je op de bank zit. Nee. De oermens ook niet hoeft te kiezen, want die had geen smartphone, dus die kon de foute keuze niet maken. Met andere woorden, de verleiding was er niet. Hè? Nee, ook. En ja, wat opvalt is, we zijn als mens gemaakt om ook alleen te zijn. Ja, dat zit gewoon in ons systeem. Dat was vroeger in de oermens, bleek dat ook te zijn. We zaten ook vaak gewoon alleen. Alleen nu willen we heel graag maar geconnect zijn, verbinding, gehoord worden. Terwijl ja, 80% zit niet op mijn of jouw shit te wachten. Weet je, we kunnen nog steeds roepen, maar de helft zegt, oh, ik wist niet dat het slecht met je ging. Omdat diegene met zichzelf bezig is. Terwijl je partner, waar je lieve leed mee mag delen, ja, hoe mooi is om daar intiem, knuffelend je kwetsbaarheid te vertellen. Want dan kan je groeien als mens. Ja, en dan wordt kwetsbaarheid kracht. Juist. Ja, want er zijn ook heel veel mensen die vallen goed in slaap. Die denken, nou, dat herken ik niet slecht inslapen, maar ik word wel 's nachts veel wakker. En ik slaap slecht door. Wat zouden die mensen kunnen doen? Ja, dat zien we heel veel. Kijk, gedurende de nacht hebben we slaapcyclussen. En zoiets duurt ongeveer 90 minuten. En in zo'n slaapcyclus heb je verschillende slaapfases. Diep, licht en remslaap. En tussen die slaapcyclussen worden we eigenlijk altijd heel even wakker. En dan kijken we, lig ik nog comfortabel? Moet ik naar de wc? Is het veilig? Is er licht? Is er geluid? Ligt mijn partner niet te snurken? En als het allemaal goed is, vallen we in slaap. Dus als je een keertje 's avonds naar de wc toe moet, dan gaat dat niet ten koste van je slaapkwaliteit. Dat moet de natuur zorgt voor. Tenzij je telefoon pakt, lampen. Maar als je vaak veel wakker wordt, en dan zien we dus tussen 3 en 4 uur, en dat heeft ook te maken dat dan je lichaamstemperatuur het laagst is, dus daardoor ga je lichter slapen. Ja, als je dan veel spanning en stress hebt, en dan schiet je dus in je adrenaline, in je cortisol. Het kan ook zijn dat je te veel suikers eet. Ik bedoel, nou ja, dat weet jij misschien nog beter dan ik, maar als je veel suikers eet, of in ieder geval, dan je lichaam kan dat in balans houden door cortisol en adrenaline. Ja, dus als je te weinig eet, kan dat 's nachts, wil die dat in balans hebben. Maar als je te veel eet, kan je dat ook weer in balans. Dus dan kan je ook wakker van worden. En dan gaat de gedachtegang aan. Ze kijken op hun wekker. Dan worden ze boos. Gaan ze uitrekenen hoeveel tijd kan ik nog slapen. Dan gaan we een beetje zenuwachtig worden. Dan komt die als en dan. Hè. Als ik wakker word, dan ben ik morgen niks waard. Terwijl, kijk niet op je wekker. Spreek je mantra uit. Ik slaap niet, maar ik rust wel.
pak je ademhalingsoefeningen. En desnoods zeg je nog tegen jezelf, als ik nu slecht slaap, dan ben ik morgen niet niks waard. Maar dan zorg ik ervoor dat ik morgen meer op structuur ga letten. Of uiteindelijk die ademhalingsoefeningen, als ik slecht slaap, dan zet ik ademhalingsoefeningen in. En dan mag je weer in slaap vallen. Natuurlijk is het rond 3, 4 ook wel wat lastig, omdat je slaapdruk al aardig opgeladen is. Maar maak er geen strijd van. Want hoe harder je vecht om te slapen, hoe harder je moet, hoe lastiger die komt. Ja, wat je ook zegt is dat dus die slaap ook het benzinelampje is of het gevolg van stress overdag of verkeerde voeding overdag. Ja, ja zeker. Dus nogmaals, als je overdag gewoon veel stress hebt, word je alert. Dat zorgt ervoor dat je moeilijk in slaap komt. De gedachtentrein, je bent meer gevoelig voor piekeren. Maar voeding, mensen vergeten echt de kracht van voeding. Dus niet te laat eten, niet te vetrijk eten. Echt op vaste tijden eten. Want je lichaam maakt dan dat kleine beetje insuline vrij, omdat hij erop voorbereidt. In plaats van, om 8 uur trek een zak chips open, shitload en insuline. En je lichaam pompt even je stresshormonen. Nou, ik heb liever die stresshormonen voor als er een vliegtuig crasht op me afkomt. Of een auto bij het stoplicht. Maar ik denk dat echt het grootste gedeelte gewoon heel de dag cortisol en adrenaline door het lichaam heen aan me pompen. En daarmee zie je dat als we dus slecht slapen, weinig slapen, dan zeggen ze altijd, ja, maar ik voel me echt nog wel goed hoor. Nee, het gaat allemaal prima. Continu die rust van cortisol. Continu. En dan gaan we op een gegeven moment mediteren of tot rust komen. En dan zijn we in één keer moe. En dat is je batterij op dit moment. Alleen dat wil je niet voelen. En je lichaam zorgt ervoor. Want ja, je zit vol met cortisol. Ja. Ja, nu kan het natuurlijk ook chronische stress of zijn als je worstelt met essentiële levensvragen. Vind ik ook mooi in je boek, hè, heb je het over psychiater Jung. Met de vraag, wie ben jij eigenlijk? Als je kijkt naar jouw weg en naar jouw reis, ook van slecht slapen naar goed slapen. Welk antwoord heb jij zelf gevonden op die essentiële vraag, hè? Wie ben jij eigenlijk? Ja, dat was een pittige. Ja, Carl Jung, de dieptepsycholoog, het onbewuste brein. Ik merkte als militair dat ik was een rol aan het bekleden. Ik had medailles, ik was parachutist geweest, ik was verpleegkundige op de helikopter. Allemaal kick-ass, stoere movie dingen. Maar eigenlijk was ik gewoon nog steeds die hele lieve, zachte jongen die gewoon open stond voor prikkels en met zijn emoties. En in 2017... Nee, dat zeg ik verkeerd eigenlijk. In 2015 ging ik eerst de krijgsgevangenentraining in. Dus leerde ik ervaren wat zou gebeuren mocht ik door IS krijgsgevangenen worden, oranje overal. En hoe word je snel krijgsgevangenen? Slaapverstoring, geen daglicht, te weinig eten, te weinig bewegen. En na het behalen dacht ik van wacht eens even, zijn mensen niet hier ook altijd maar mee bezig? Maken we onszelf geen krijgsgevangenen? En daarmee kwam ook bij mij, omdat er daar heel veel stilte was en overleving, kwamen daar al de vragen op van Mark, hoor je hier wel thuis? Moet je misschien iets anders doen? En op een gegeven moment ben ik dus op zoek gegaan naar mijn stilte. En mijn levensvraag was, oké, ik mag dus mensen gaan helpen om ook eens te gaan kijken, om weer in contact te komen met een ik, met een kind. Iets wat ik dus gemist had, want ik ben heel snel volwassen geworden. Mm-hmm. Maar ik mag dus die zachte man zijn. Het is goed om je man hart zacht. Het is oké wie je bent. En ja, dat was voor mij echt een hele mooie antwoord, maar ik vond het ook doodeng. Want ja, dat heeft me wel vriendschappen gekost en een nieuw avontuur. En een beetje als een soort giraf stond ik soms wel eens met knikkende benen van, ga ik dit doen? Ja, nu een paar jaar verder, ja, voel ik me heerlijk. Mm-hmm. Slaap ik heerlijk. En er komen nu echt mooie dingen op mijn pad, omdat ik die energie uitstraal. Dan wel vriendschappen, et cetera. Ja, want je schrijft in je boek inderdaad over je ervaringen als militair. Je bent ook militair verpleegkundige geweest. Je hebt veel heftige dingen met je eigen ogen aanschouwd. Ook met betrekking, waar je ook schrijft, kinderen met gebroken beentjes. Maar ook kinderen met door een overdosis aan medicatie die bij spreken dan dood bloeden. En het niet overleefde mensen met extreme wonden. Mensen die ook stierven. En je schrijft daarover, ik leefde om te overleven. Maar ik had deze ervaringen ook nodig om te ontwaken. Ja, zeker. Dus is er achteraf dan ook dan zelf misschien dankbaarheid dat je terugkijkt en ziet dat het allemaal klopt? Ja, ik spreek deze ook altijd uit naar de coaching. Is alles wat we meemaken heeft ergens ook een reden. En maakt ons sterk. Want anders was ik nu niet wie ik was, had ik niet die ervaring die ik nu had. Alleen, er zit een valkuil. Blijven we slachtoffer van het verleden of maak ik er mijn kracht van? Ja, ik heb heel schokkende dingen gezien. Ik mag nu zelfs vader gaan worden. En ik heb heel lang geen kind, baby durven vasthouden. Omdat dat refereerde naar
die situatie dat die baby overal bloed uit zijn huidje kwam. Dus mocht ik weer aan de slag met mezelf. Want hey, wacht eens even. In september word ik vader. Dat betekent wel dat ik dan van iets mag gaan houden. In plaats van denk, shit, wat me nu is overkomen. Dat kan elk kind. Dus het heeft mij... Ja, want het babytje stierf onder jouw ogen of in jouw handen? Ja, er kwam gewoon een Afghaanse vader. Die had zijn babytje van 9 maanden. Was ziek. En die heeft hij gewoon helemaal vol gedoseerd met paracetamol en pijnstilling. En ja, je moet echt heel veel paracetamol nemen. En langdurig wil je daar jezelf mee om zeep helpen. Want je lichaam doet echt alles aan hem. Ja, en een baby van 9, dus ik raakte dat aan. Te veel paracetamol maak je leverstuk. Ja. Dus je ziet inderdaad leverfalen. En al die bloedingjes in de huid. Ik raakte de huid aan en het kwam er gewoon als een spons uit. Mm-hmm. Ja, en dan ben je 18 jaar. Je verstaat iemand niet. Je moet dan een keuze maken. Ja, het enige wat ik kon doen was wachten. Ja, tot het helaas. Mm-hmm. En dat heeft toen al heel veel invloed gehad. Maar dat heeft me nu sterker gemaakt als... Ja, oké, dit heeft meegemaakt. Dat betekent dat ik... bepaalde alertheid heb gebouwd, maar ik weet ook dat ik nu in stressvolle situaties rust mag bewaren. En nu met alles wat ik gedaan heb en ik heb op mijn pad heel veel dingen mogen doen. Ik kan nu vanuit deze gave andere mensen helpen. Niet om ze te voorkomen, maar wel om mee te leren omgaan. Ja, dat is mooi, hè? Want in je boek schrijf je dus hoe je stopt met slaapwandelen door het leven gaan. En hoe je meer energie krijgt voor jouw droomleven en tijd. En dus hoe je in alle opzichten slapend rijk kunt worden. Ervaar je dat nu ook in jouw leven? Ja, ik was echt, voor me slaapwandelen bedoel ik echt gewoon dat je de hele dag vermoeid, 9 tot 5. Je doet maar je automatische piloot, je gaat maar met dezelfde vrienden om, et cetera. Je doet maar niks uit je comfortzone. En op een gegeven moment ben ik dus mijn slapende hond wakker gaan maken. Van wie mag ik echt zijn, wie ben ik en wat mag ik loslaten? Ja, en dat resulteert nu in dat ik echt een fantastische relatie heb met Joyce. We mogen een kindje ontvangen, we hebben een huis. Ik mag heel tof werk doen. Ik ben baas over mijn eigen agenda. En ik slaap gewoon heel goed. En het is niet dat nu elke avond om 10 uur mijn wekker gaat. Van ik moet nu slapen, dus ik speel daar gewoon mee. Maar omdat overdag ook heel veel rust heb. Ja, en dat zorgt voor hele goede beslissingen. Nieuwe vriendschappen. Dat is mijn rijkdom en vooral zo meteen mijn gezin. Ja, dat is mooi. Want je hebt het dus over Joyce. Laatst hebben jullie... Nu het moment van de opname is eind mei. Maar begin mei hebben jullie de 20 weken echo gehad. Normaal, jullie zijn straks jonge ouders. Ik heb zelf natuurlijk 2 fantastische zoons. Maar hoe denk je straks te gaan slapen? Omdat ik ook op je website zie ik het traject slaap, ouders, slaap. Ja. Ik vond het, en nog steeds, zo verschrikkelijk dat als je als trots zijn dat je vader mag worden, dat er altijd als eerste op ben. Nou, slaap me nog maar eventjes, want dat is zo meteen verstoord. En ja, een kind heeft de eerste 5 maanden nog geen ritme en maakt nog geen melatonine aan. En natuurlijk zal het niet slapen. En vooral Joyce, die wil graag borstvoeding geven, die zal daarin zeker de slagen van de zweep. Maar daar hebben we nu al heel veel afspraken over gemaakt. Dus we gaan het ook niet naar een kinderdagverblijf brengen. We gaan het zelf doen. En dat zal betekenen dat er wat meer verantwoordelijkheid op mij komt rondom de huis. En dat zij dus daardoor tijd voor de nacht. Alleen ja, wat ik gemerkt heb ook in de coaching bij slaap, ouders slaap, is dat gewoon een kind is gewoon een spiegel van jou. Gewoon op alle gebieden. Het kopieert je, het houdt je donkerste kanten tevoorschijn. Ja, als een kind na zoveel tijd nog steeds niet slaapt, dan kunnen er verschillende dingen. Of hij heeft iets meegemaakt, of papa en mama zijn misschien wel gewoon te druk en slapen niet. En hoe vaak ik niet merk dat ouders, ja, mijn kind slaapt eindelijk door. Weet je, als ze die medaille omhangen. En dan vraag ik, en hoe slaap je zelf? Ja, ik slaap zo slecht. Ja, en waarom? Ja, ik moet ook dit. Ja, daar ga ik echt voor waken. Dus ik ga echt, en natuurlijk weet je niet wat het kind is. Voor hetzelfde wordt een huilbaby. Maar het wordt zometeen ook regelmaat, ritme en rust. En hij wordt mijn leermeester en ik de zijne. En dat betekent dat... als ik rust bewaar, dan zal die ook sneller gaan slapen. Mooi, samen groeien. Ja. Mooi, als je kijkt naar slaap, hè, zijn er ook bepaalde supplementen die mensen zouden kunnen slikken om een goede slaap te bevorderen? Ja, ik ben heel erg voorstander van magnesium. Ja, je zegt daarover in je boek 30 minuten voor het slapen. Ja, ik zei al bij tandenpoetsen, dan kan je niet vergeten. Nu merk ik vooral ook, en ik denk dat jij daar misschien nog een mooie antwoord op kan geven, vitamine C, vitamine D3. Dat zorgt natuurlijk voor een heel intens systeem waar je ook weerbaarder wordt. Omega.
En ja, ik weet niet of jij nog... Deze mix hou ik meestal aan. Ja, eens. Nou ja, ik ben en de B12, ja. Voor de meesten zijn aardig uitgeput in de B12. Ja, ik ben natuurlijk feiteli, waar natuurlijk ook omega 3 in zit. Vitamine D3, vitamine K2, magnesium, jodium, selenium. Eigenlijk de basisstoffen die mensen onvoldoende binnenkrijgen in het moderne leven. Maar zeker als je dan weer terugkomt op magnesium. Magnesium is natuurlijk betrokken bij ruim 300 enzymen. Ja. Van voldoende energie tot je spierspanning, tot je peristaltiek van je darmen. Maar ook voor de omzetting of de aanmaak van het slaaphormoon. Dus aangezien veel mensen zo druk zijn en gewoon die stress hebben, verbranden ze overdag alle magnesium op en is er geen energie voor slaap, wat een duur proces is. Ja, en laatst in onderzoek heb ik ook gelezen dat als je als mens zijnde schrikt, dus ik zou jou laten schrikken, dan zakt je vitamine meteen gewoon bijna naar nul. Dus, en hoe vaak schrikken we op een dag als die telefoon afgaat, als ze een piepje binnenkrijgen of als ze onverwachts een WhatsAppje krijgen. Dus mensen zitten gewoon zo laag in de vitamines en mineralen. En daarnaast komen we ook niet meer zoveel buiten. We lopen allemaal met petjes, handschoenen. In de winter doen we zonnebril op. Ja, dat is het gouden medicijn, zonlicht. Ik bedoel, dat helpt je hersenen om af te vallen. Dat helpt je om beter in je vel te zitten. Dat helpt je om in de zomer door die warme nachten energie vol te houden. Ja, maar we lopen er tegenwoordig helemaal vol hangen met spullen bij, waardoor we niks meer opnemen. Ja, dat is mooi, hè? Hoe alles met elkaar samenhangt. Voeding, supplementen, ontspanning, slaap. Slaap heeft ook een directe invloed, schrijf je, op ons vermogen om een romantische relatie te krijgen en te onderhouden. Ja. Hoe? Nou ja, dan gaan we eerst beginnen over het datingsproces. Maar als mensen slecht slapen, dan zei je net al, je gaat er minder gezond uitzien. Je kan ook vooral non-verbaal, kan je mensen niet goed meer... In kaart brengen. Lezen. De humor komt minder goed binnen. Je bent afgeleid, want je bent met je eigen vermoeidheid bezig. Dus je ziet echt in het datingsproces mensen gewoon niet die ideale partner vinden vanwege vermoeidheid. Daarnaast gaat ook op het stukje seksualiteit gaat alles aardig omlaag als je moe bent. Als je gaat kijken naar relaties. Ja, als je met ruzie naar bed toe gaat, die ruzie-energie gaat heel de nacht door je lichaam. Dus de volgende keer reageer je daar nog heftiger op. Want er wordt een basis gelegd, die angst. Ze hebben een onderzoek gedaan met 100 stelletjes in Zweden. Die waren al 10, 20 jaar bij elkaar een prima relatie. En één van de twee lieten ze een week lang slecht slapen. En dat kan zijn, de ene sliep 8 uur, maar werd onderbroken. De ander kreeg maar 3 uur slaap. Alle relaties waren uit. Waarom? Je bent niet meer verbonden, je gaat fit om van alles. Er wordt niet meer gecommuniceerd. Er wordt vooral uit emotie gecommuniceerd. Ja, en dat is wel best wel heftig, maar ook verkeerde beslissingen. Mensen nemen hun werk mee naar bed. En dat zie je dus echt in relatiegebied. Zie je heel veel. En in mijn coaching is dat ook bijna nu een nieuwe pijler geworden. Waar ik gewoon met mensen bezig ben om hun relatie weer in de hand te krijgen. Naast goed slapen ook weer te leren communiceren, kwetsbaar te zijn en tijd te nemen in bed. Ja. En mooi om te zien hoe slaap zo echt letterlijk een sleutelfunctie en effect heeft. Wat eigenlijk in alle domeinen van het leven alles. Het is, doorwerkt. Ik heb de piramide van topprestatie zeggen. En dan begin met slaap, dan bewegen, voeding. Dat is natuurlijk een beetje. En daarna komt loopbaan en familie. En als er iets daarboven niet goed loopt, heeft het resultaat op slaap. En gaat slaap niet goed, dan heeft het resultaat op alles daarboven. Ja, maar de slaap is de fundering, dus in die piramide. Op de achterflap van je boek staat, word wakker in een wereld vol narrust. En met frisse energie te gaan doen, hè, waar jij het allerliefst je bed voor uitkomt. Slaap staat dus in dienst van zingeving, hè, van wat je het allerliefste doet. Ja, ik kijk maar eens naar jouzelf, denk ik. Ik denk dat je elke ochtend fris wakker wordt om aan jouw bedrijf mensen weer te informeren, te doen wat je leuk vindt. Nou ja, zeker vind ik het natuurlijk altijd prikkelend dan als je ondernemer bent, dat je je eigen slaaf bent. Dus dat je voor een groot deel zelf kunt bepalen waar je tijd en energie in steekt. Zie je in jouw coaching ook dat heel veel mensen dus niet op de juiste plek in het leven zitten. Of misschien wel gouden handboeien hebben. Waardoor ze dan het hogere salaris accepteren, maar wel in ruilhandel dan voor een slechte slaap. Ja. Wat ik vooral merk is dat we zijn te veel geënt op financiële waarde in plaats van eigen waarde. Ja, dus we geven onze eigen waarde, zetten we aan de kant om liefst snel veel geld te verdienen. Of dit werk maar te doen omdat het een bepaalde status geeft. Terwijl als je dus intern gaat kijken wat je echt gelukkig maakt, je zielsmissie of je levensmissie. Dan word je uiteindelijk heel rijk omdat je elke dag fris wakker wordt en leuk vindt om eraan te werken. En natuurlijk, elke baan heeft een mindere takt. Maar die kan je veel beter handelen als je goed slaapt. Hoe komen mensen achter hun zielsmissie? Dat kan door middel ook
heb ik laatst geleerd door middel van je horoscoop. Dus hoe je zonnestand staat, kan je dus kijken in welke tijdsblok je valt. En dan ga je dus naar het Carl Jung, het onbewuste gedeelte. Dus ook dit betrek ik nu ook steeds vaker in mijn coaching. Maar ook hier komt vragen, wie mag ik zijn en wat vind ik leuk om te doen? En natuurlijk, als je zegt van ik wil profvoetballer worden, ja, dat is een bepaald topje van de ijsberg waar ijle lucht is. Dus heb je veel mensen, hou je niet heel lang vol. Ja, dan mag je ook gaan kijken wat vind ik wel leuk om te doen. En als dat wel die kralen maken is en je wilt er uiteindelijk je bedrijf van maken, ja, hoe tof is het om elke dag iets te doen wat je als kind zijn heel leuk vond. Ja, alleen dan komt een stukje ondernemen. En dan wat ik geleerd heb, is vraag daar dan weer hulp bij. Je kan iets uit passie willen doen. Maar passie kan je ook failliet laten gaan. Want ja, dan kost je vaak tijd. Je durft niet de waarde te schatten. Je doet gratis. Ja, en dan heb je misschien een business coach nodig die jou even helpt om dat structuur op te zetten. Nou, hoe mooi is het dan inderdaad weer zegt om voor je bedrijf te werken dan in je bedrijf. Ja, mooi. Als aanvulling op die horoscoop die je noemt, is dat een bepaalde stroming of een online tool wat mensen kunnen raadplegen? Even kijken. Nee, het heet toevallig heet het boekje Zielsmissie. En daarin leggen ze uit hoe het werkt. Dus je kan dan online door middel van jouw datum en tijd staan jouw maanstand, je ascendant staat dan in. En daarmee zie je dus, kan je dus, val je in een bepaalde tijdslot, bepaalde. Ik ben van origine een schorpioen, maar mijn ascendant is maagd. En als je dat dan opzoekt, dan kan ik dus zie je eigenlijk precies wat er ja, eigenlijk jouw zielsmissie is. En het gekke is, ik heb het van de week gedaan en het klopt gewoon. En welke website is dat? Ja, volgens mij gewoon zielsmissie. Zielsmissie, ja. Okay, als mensen dat googelen. Googelen dan, ja. En daar stond in, coaching, mensen helpen. Ik moet of iets in de ICT gaan doen, maar... En vooral wat nu op mijn pad kwam, is iets met kinderen. Kinderen opvoeden. Ja, dat is heel toepasselijk dat ik nu aan het doen ben. Maar bij ja. De fase die ja. Komen. Als je het hebt, Mark, over al jouw activiteiten en je coacht mensen, nou, je schrijft boeken, je wordt vader, nou, alle rollen die je hebt, hoe zorg jij voor balans? En heb je daarvoor ook een bepaalde slaaproutine? Nou, de grootste balans zorgt mijn vriendin. In de zin van, dat is echt mijn spiegel. En ja, als ik ergens onrustig voel of soms heb ik nog wel eens dan denk van, oeh shit, dit is niet lekker. Dan kan ze dat heel mooi. Maar ik heb gewoon eigenlijk in die emmer van werk heb ik gewoon de uren verdeeld. Dus dat betekent dat ik 6 uur in de week voor coaching heb. En of het nou 12,5 uur zijn of 6 van een uur of 3 van 2 uur, dat zie ik bij mij. En andere dingen verdeel ik naar projectbasis. En ja, ik ben nu ingehuurd via de landmacht. Ja, dat staat dan een x-aantal uur per maand. En dat splits ik dan precies zo op. En uiteindelijk zorg ik ervoor dat ik toch 3-4 dagen in de week vrij ben. Ja, en daar pak ik echt mijn rust en doe ik leuke dingen. En slaap, ja, bij mij gaat rond 9 uur mijn avondroutine in. En om 6 uur ben ik weer wakker. Ja, dus de ontspanning en ook gewoon die vrije dagen en die vrije tijd heeft voor jou een hele hoge prioriteit. Ja. Dus dat stel je letterlijk al veilig in je agenda. Ja, ja, ik heb... voor dit jaar heb ik 10 weken vrij. In de zin van nu veel werken. En zometeen vanaf september ben ik bijna tot en met februari volgend jaar. Doe ik alleen nog het hoognodige. Dus er zal nog wel een paar uurtjes coaching zijn. Er zal wel projectbasis vanuit Defensie zijn. Maar voor de rest ben ik echt voor het kind. Mooi, mooi. Fantastische start samen. Ja. Wat is je missie of je droom voor aankomend jaar, aankomende jaren? Want nogmaals, aankomend half jaar ben je ook lekker een half jaar bij Joyce en de kleine. Ja, nou ja, mijn missie is ook echt om vader te mogen worden. Dus, het lijkt me uiteindelijk heel tof om met mijn gedachtegang samen met een team ooit, misschien wel samen met jou, 5 keer Ziegodom vol te krijgen. Om daar gewoon... als corona het allemaal toelaat, mensen gewoon van A naar B te helpen. Het is nu wel makkelijk om zich dan vol te krijgen. Ja, maar beperkt aantal mensen in. Dat is ook een vink in de box. Maar het lijkt me heel mooi om met een team te gaan helpen om bepaalde oude structuren in wat in stand gehouden wordt, het schoolsysteem, et cetera, om dat te gaan downgraden. En dat stukje holistische bedenken, dat hoe die even, om dat echt de nieuwe generatie mee op te voeden. Nou, mooi, dus een nieuw systeem te gaan bouwen. Naast wat misschien het oude systeem, wat misschien niet meer zo goed werkt voor de 21ste eeuw. En vooral voor de kinderen, het zo lang mogelijk kind mogen blijven. En ja, ik denk dat mijn zoon, die mag geboren worden, zometeen de ultieme wordt om vooral met zijn zachte kant deze wereld in mag komen. Mooi, dat innerlijk kind weer. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
Nee, ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik denk dat we heel veel verteld hebben. Ik weet niet of jij nog... Nou, meer altijd praktisch. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over je diensten, over je boek? Ja, nou ja, fijn dat je op het podium. Nou ja, mocht je denken van, nou, dit is iets voor mij, ik wil gecoacht worden, dan plan een gratis gesprek in op markschalenberg.com. Ook mijn boek is te bestellen via bol.com. Dat is denk ik de makkelijkste in deze tijd. Van slaapwandelen naar droomleven. En ja, wie weet gaan we samen vaker voor de mensen spreken. Mooi Mark, dankjewel voor je komst in de Oorzaak podcast. Ja. En dankjewel voor je wijsheid. En ik hoop zeker dat luisteraars weer beter gaan slapen. En vooral dat we veel meer ons innerlijk kind mogen voeden. En uiteindelijk het leven veel speelser mogen aanpakken. In de noten erop. Dankjewel. Dankjewel. En alle goeds van komend jaar, ook met de kleine. Ik kom nog wel hulp vragen, denk ik. Altijd welkom. Het is onze missie dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben door middel van de juiste zelfzorg. Dat doen wij via ons gratis lidmaatschap, ons zelfzorgabonnement en onze Oersterk coachopleiding. Deel deze podcast, volg ons op Instagram, Facebook en abonneer op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden we samen het gezondheidsvirus. Dank en proost op een beter leven. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.